Welkom bij de 8.4 Biocast. Afvalstoffen. We gaan kijken hoe de afvalstoffen uit je lichaam komen. Hier zie je een aantal organen die meewerken bij het kwijtraken van het afval. En je longen. Daar gaat zuurstof in en koolstofdioxide en water komen eruit. Je lever. Bloed en voedingsstoffen komen daarin. En kleurstoffen en gifstoffen die worden er door uitgescheiden. Je nieren. Krijgen bloed en afvalstoffen te verwerken en water, zouten, kleurstoffen en gifstoffen gaan naar buiten. Je huid werkt ook mee, bloed en warmte komt erin en warmte en water en zouten gaan naar buiten. Goed, hier zie je je darmen, je maag en je ziet de lever en de galblaas met de verschillende bloedvaten. Bij de lever komt bloed met voedingsstoffen en zuurstof aan. Dat komt bij de lever net zoals bij elk ander orgaan en geeft voedingsstoffen en zuurstof af en gaat dan via de leverader weer terug naar het hart. Maar er zit nog een ander bloedvat aan de lever vast en die komt van je darmen. Voedingsstoffen die zijn opgenomen in de haarvaatjes bij de darm, die worden vervoerd via de poortader en komen in de lever terecht. Daar worden stoffen opgeslagen, verbouwd en tenslotte wordt het bloed wat er aankomt weer verder vervoerd naar het hart via de leverader. De lever die zet dingen om in andere dingen. Stoffen die je niet kwijt kunt bijvoorbeeld worden omgezet in stoffen die je wel kunt uitplassen. Ook worden stoffen afgebroken. Lever en medicijnen die worden in je lever afgebroken. Dat betekent dat je dus altijd rekening mee moet houden als je medicijnen geeft. Dat die worden afgebroken, dus dat je telkens weer nieuwe medicijnen moet geven als die hun werk blijven doen. En bepaalde andere stoffen van die medicijnen worden ook omgezet in andere stoffen. Dus zowel afgebroken als omgezet. Hier hebben we aminozuren waar eiwitten uit bestaan. En die eiwitten die worden door de lever afgebroken, maar ook omgezet in andere stoffen. Dus als ze worden afgebroken, wordt er ureum van gemaakt. En als ze worden omgezet in andere aminozuren, dan kunnen die in het lichaam verder gebruikt worden. Hier zie je het hemoglobine, wat in je rode bloedcellen zit. Dat wordt in je lever, komt dat ook terecht. En dat wordt afgebroken en omgezet in ijzer, wat wordt opgeslagen. En het urochroom, wat in urine terechtkomt, wat je uitplast. Glucose komt in de lever terecht en wordt omgezet, bijvoorbeeld in vetten. Die vetten die worden opgeslagen als vet, of er wordt cholesterol van gemaakt en dat is belangrijk voor je celmembranen. We komen bij je nieren. De lever had al een aantal zaken omgezet, kleurstoffen, gifstoffen en dergelijke. En die komen via het bloed bij de nier terecht. En de nier is eigenlijk een filter. Het bloed met die stoffen komt aan en komt terecht in de haarvaten. En hier komt het terecht in de schors, de buitenkant van de nier. En daar zitten de eigenlijke filtertjes. En die zorgen ervoor dat het bloed met de stoffen die je nog nodig hebt weer verder gaan via de nierader. En de stoffen die hier afgescheiden worden, die zijn urine geworden, die komen terecht hier in het nierbekken en die gaan via de urineleider naar de blaas toe. Hier nog zo'n plaatje, hier zie je het bloed aankomen, komt in de nier terecht en het bloed gaat weer terug naar het hart. En de afvalstoffen, de urine, die komt terecht in de urineblaas. Zo'n 1500 liter bloed komt er per dag bij de nieren langs en die filteren het zo goed dat er per dag 1,5 liter, dus een duizendste, aan urine geproduceerd wordt. Een onderzoek aan urine wordt vaak gedaan in het ziekenhuis, want de stoffen die in je urine zitten kun je uit afleiden hoe het met je gezondheid is. En hier zie je de twee soorten zweetklieren. De gewone zweetklieren die je over je hele lichaam hebt en de afvalzweetklieren
die vooral in de puberteit en als je volwassen bent werken. En die vind je in de oksels en in de schaamstreek. En dit is tevens het einde van de 8.4 Biocast. Veel succes met studeren en tot de volgende keer.